Iedereen heeft het al wel eens meegemaakt. Je renoveert je huis, je verandert hier en daar, je schildert een klein beetje en dan is er geen budget meer over voor een nieuwe keuken. Maar dan is geen enkel probleem, je kan je keuken op een heel simpele manier een nieuwe look geven. Je kan schilderen, je kan eigenlijk alle materialen schilderen, zelfs de kunststofdeurtjes van je keuken. Je moet ze eerst goed ontvetten, daarna lichtjes schuren met een fijn schuurpapier, een primer erop en dan de twee eindlagen. Ik heb dat allemaal al gedaan, maar ik wil nog net iets verder gaan. Ik ga gebruik maken van kleeffolie. Kleeffolie, jullie kennen het allemaal wel, het wordt veel gebruikt in de kasten, maar die mooie prints, je kan ze eigenlijk zelfs op de kast gebruiken. Voilà, en dat gaan we snijden, hè. Ik ga het oppervlak lichtjes bevochtigen. En dan al het water ertussen uittrekken. De trend van het moment, dat zijn deurknopjes. Je kan ze echt overal vinden. Je vindt ze in heel veel kleuren en vormen. Voilà, een hele nieuwe kast voor weinig budget.